Aan de andere zijde van het net staat om te beginnen Ronald Vink. Vanaf zijn zesde staat het leven van Ronald Vink in het teken van tennis. Zijn moeder nam hem mee naar de baan en sindsdien was hij hem niet meer weg te rammen. Nadat hij op zijn 18 in een rolstoel terecht kwam, stortte hij zich logischerwijs op het rolstoeltennis. Al snel speelde hij op landelijk niveau en maakte hij vervolgens de sprong naar de internationale toernooien. In 2002 vertegenwoordigde hij Nederland voor het eerst tijdens de World Team Cup en 4 jaar later stond hij al 5e op de wereldranglijst. Het knappe was dat hij naast zijn tenniscarrière ook nog een gewone baan kon hebben. In 2009 besloot hij zich echter volledig op de tennis te storten en met succes. Want zowel in het enkel als het dubbelspel volgde er mooie successen. In het dubbelspel veroverde hij inmiddels al 39 titels, waaronder 3 Grand Slams en natuurlijk 3 keer de Masters titel. Hij is 3 jaar van de afgelopen 2 jaar Ronald Vink.